Wat wordt dat eindbedrag voor vanavond? Hoeveel is er tot nu toe binnen? 100 miljoen! 144.000 euro! Iedereen die wat dan ook gegeven heeft, ongelooflijk bedankt. Dank u wel. We zijn zo vrijgevig. Op één dag gaven we 112 miljoen euro voor de slachtoffers van de tsunami-ramp met kerst 2004. En jaarlijks geven we miljoenen aan goede doelen. Aan mensen die we niet kennen en we krijgen er niets voor terug. En het is heel erg bijzonder. Van de mens, niet van Nederlanders alleen. Een van de mooiste daden van onbaatzuchtigheid vind ik het geven van bloed. Je geeft een deel van je eigen lichaam, van je gezondheid, aan iemand die je niet kent. Toch is het zo dat als we iets geven, we vaak wel iets terug verlangen. Op zijn minst een bedankje of zo. En als je heel veel gegeven hebt, dan wil je dat je naam groots genoemd wordt. Zijn we echt onbaatzuchtig? Of zijn we stiekem toch egoïsten? 1 miljoen. 1 miljoen euro komt er nog bij van de zorgverzekeraar DSW. Heel erg bedankt. Ja. Dat klopt hoor. Daar komt mijn jaarsalaris bovenop, want dat doneer ik dan ook. Fantastisch, geweldig. Ja. Egoïsme, daarmee bedoel ik zelfzucht. Goed zorgen voor jezelf, beter voor jezelf dan voor anderen. Egoïsme is iets heel normaals, in die zin dat het heel vaak voorkomt. Mensen stemmen op de politieke partij die hen het meeste biedt en zorgen op die manier goed voor zichzelf. En bedrijven maken winst voor zichzelf en niet voor andere bedrijven. En jonge poesjes die net geboren zijn, die vechten met elkaar om de tepel van hun moeder en zorgen zo goed voor zichzelf en delen niet de melk met elkaar. Wat ik een hele mooie metafoor vind voor egoïsme is een spaarrekening. Een spaarrekening is een zak met geld en bij die zak hoort een rente. Die rente zorgt ervoor dat er steeds meer geld komt en dat geld komt ook weer bij die zak. Dus een spaarrekening is iets dat ervoor zorgt dat het steeds meer wordt. En dat is wat ik bedoel met egoïsme. Mag u het vragen, meneer? Met welk paard heeft u wat gewonnen? De drie. De drie? Ja. En hoeveel euro heeft u gewonnen? 23 nou. En nu wat extra geld heeft, deelt u dat ook met iemand anders? Nee, dat is voor mezelf. En waarom deelt u het niet? Omdat ik het alleen speel. Ja. U geeft niks weg? Nee, waarom moet ik wel weggeven dan? Ik speel het toch zelf? Dus. Het is gewoon uw geld? Wat zei? Het is gewoon uw geld? Ja, het is aan je geld, ja. Gefeliciteerd. Oké, okay, bedankt. Waarom we geld zouden weggeven, dat is een vraag. Maar waarom we het zouden houden, niet. We vinden het volkomen normaal dat we dingen voor onszelf houden. Maar wanneer ons gevraagd wordt iets weg te geven, dan staan we raar te kijken. Het tegenovergestelde van egoïsme, dat is altruïsme of onbaatzuchtigheid, zoals met Giro 555, dat begrijpen we eigenlijk niet. Dat behoeft een verklaring. Als Pietje geld weggeeft, dan begrijp ik Pietje eigenlijk alleen maar als ik weet wat hij daarvoor terugkrijgt. Nee, misschien geeft Pietje wel heel veel geld weg om prestige te kopen. Of misschien geeft hij hele grote fooien opdat hij in de toekomst beter geholpen wordt. Ik begrijp Pietje niet als hij zomaar geld weggeeft zonder daar iets voor terug te krijgen.
En het weggeven zonder er iets voor terug te krijgen, dat kan überhaupt maar een tijdje. Want op een gegeven moment is het op. Okay, so we've got a bank statement here. There you go. KLF's account, £1 million. Withdrawn. Now, it kind of, it puts you, it sounds terrible to say this, but it puts you on a different kind of level to a lot of other artists. Because it shows that you're prepared to fucking go the whole fucking way. You know, we're not pissing about. I'm not saying, hey, you're important, you know, this is a big artistic statement. You gotta, you know, you gotta. But I'm just thinking, yeah, there is more, you know, you've gotta. You can get more out of this than that. We're just trying to maybe push things a bit further, push ourselves as far as we could go. Because the K Foundation, one of our little things we had written out was that, you know, we were a foundation that would go further than any other foundation would dare to go. Go the whole way and then not come back again. To do with controlling the money, because money tends to sort of control you if you've got it. It kind of dictates what you have to do with it. You either spend it, give it away, invest it. And we just wanted to be in control of it. Here we go. Oh, Stanley. When you actually look at that now and think, well, that was £1 million. Mm-hmm. And now look what it is. Mm. That represents... I think it looks better like that. It's a lot more interesting. Well, interesting because you know that it was £1 million. Yeah, I mean, if you'd known that was £1 million and now it's just that kind of grey stuff, you'd think, wow, you know, there must be something pretty odd going on here. Geld wegdoen zonder dat er iets voor terugkomt, dat stopt op een gegeven moment. En die kerels van de K Foundation die konden 1 keer £1 miljoen in de fik steken. En misschien lukt het ze nog een keer, maar dan is hun geld echt op. Altruïsme, het onbaatzuchtig wegdoen zonder dat er iets voor terugkomt, dat is als een spaarrekening met een negatieve rente. Op een gegeven moment is zo'n rekening verdwenen. Andersom is het zo dat oppotten... Egoïsme, het zelf houden, dat kan oneindig lang doorgaan. Egoïsme blijft, altruïsme verdwijnt. Daarom is het werkelijk een raadsel hoe het kan dat mensen toch soms onbaatzuchtig zijn en geven zonder enige vorm van eigenbelang. Aan mooi zijn en blijven geven we steeds meer geld uit. Maar wat heb je aan mooi als je straks niet meer goed kunt bewegen? Door artrose ofwel reuma. Het begint al rond de 35. En boven de 60 is het bijna altijd raak. Steun daarom Reuma Research. In je eigen belang. Een van de redenen om aan een goed doel te geven is omdat het in je eigen belang is. Als niemand het Reuma Fonds steunt, dan hebben er meer mensen last van reuma en ik later misschien ook. En daarom steun ik dat fonds. En als niemand een bloeddonor is, dan heb ik straks een groot probleem als ik een ongeluk krijg of zo. Maar dat betekent dus dat er niet puur sprake is van onbaatzuchtigheid. Via een omweg heb ik toch profijt op de een of andere manier van mijn eigen goedgevigheid.
Dat wil niet zeggen dat bloeddonoren of mensen die het Reumafonds steunen, dat dat egoïsten zijn. Helemaal niet. Maar het is wel zo dat iets van eigenbelang, iets van egoïsme, doorcijpelt in hun goedgevigheid. Wat bent u aan het doen? Ik ben aan het kleding uitzoeken voor Roemenië. Hoi. Ik zou bij jullie kleding komen halen. Yes. Heb je de zak klaar staan? Ik heb nog een klaar. Oké. Okay. Dank je wel, ja, hoor. En dat is dus een hele grote sloppenwijk in Roemenië dus. Dus echt, daar wonen echt de armste van de armste. En die hebben werkelijk helemaal niets. En hoe lang doet u het werk al? Ik doe dit werk nu zo ongeveer 7 jaar. En waarom doet u dit werk? Ik doe dit werk omdat ik gewoon iets wilde doen voor een ander. En als je ziet dan hoe blij de mensen zijn met kleine dingen, met een truitje, met een broekje, met sokken, dan zeg je van, dan geeft dat een hele grote voldoening. En dan hoop ik altijd natuurlijk dat er hele mooie dingen, lekkere warme dingen in zitten. Zoiets bijvoorbeeld is best wel lekker warm. Zeg, mevrouw, levert het werk u iets op? Het werk levert me niets op, alleen voor mezelf, dat ik het gewoon fijn vind. Dus voor mezelf geeft het een voldoening. Maar het levert me geen, misschien een plaatsje in de hemel, maar dat weet ik niet. Maar het levert me niets op. Het kost me alleen maar geld. Vrijwilligers zijn heus geen egoïsten. De motieven van die mevrouw die zijn echt wel oprecht. Maar het is wel zo dat zij op de een of andere manier profijt heeft van het vrijwilligerswerk dat zij doet. Ze voelt zich er namelijk wat lekkerder door. Het is heel lastig om te weten of jij anderen helpt voor die anderen, of omdat het zo'n lekker gevoel geeft. Zou je anderen ook helpen als het geen lekker gevoel zou hebben? Anderen helpen, dat streelt je ego. En bovendien laat je ermee zien dat je anderen kunt helpen. He? Jij bent degene die helpt en die andere is de hulpbehoevende. En daarmee krik je jezelf een beetje op. Het is heel grappig dat je wel onbaatzuchtig kunt zijn. Je kan andere mensen helpen zonder dat je dat iets oplevert. Maar je kunt niet onbaatzuchtig willen zijn. Stel je voor dat je op een gegeven moment denkt van, weet je wat, ik wil andere mensen helpen zonder dat ik daar iets voor terugkrijg. En stel je voor dat je op een gegeven moment het voor elkaar hebt. Je helpt anderen zonder dat je daar iets voor terugkrijgt. Dan is je wens in vervulling gegaan. Dat is ook een vorm van profijt. Deed je het verdorie toch een beetje voor jezelf. Watching the World Trade Center after the first plane hit, I just saw a second plane come in from the south and hit the south tower halfway between the bottom and the top of the tower. It's got to be a terrorist attack. I can't tell you anything more than that. I saw the plane hit the building. I can't say anything. De meest extreme vorm van zelfopoffering, dat is die waarvan je zeker weet dat je erbij zult sterven. Die terroristen die op 11 september 2001 in die vliegtuigen zaten en die zo hop richting de Twin Towers vlogen, die wisten zeker dat ze de pijp uit zouden gaan. Voor iets wat zij een goede daad vonden. En die brandweermannen die daarna die gebouwen inrenden, vaak tegen beter weten in, ja, die stierven ook bij bosjes. Dat is werkelijk onbaatzuchtig. Er kan haast geen sprake zijn van egoïsme, omdat het onmogelijk is profijt te hebben van je daad. Je gaat er namelijk dood aan. Het lijkt raadselachtig hoe het kan dat mensen zich op zo'n heftige manier opofferen voor iets anders. U bent brandweerman? Ja, dat klopt. Heeft u wel eens met gevaar voor eigen leven iemand uit een brandend gebouw proberen te redden? Ja, dat heb ik. Ik heb een keer een melding gekregen van een woningbrand. En toen ik daar te plaatsen kwam, toen
zeiden de omstanders dat er nog iemand binnen was. En dat ze vlak voordat wij te plaats kwamen iemand nog voor het raam hadden zien staan boven. Nou, dat huis stond al van voor tot achter en van onder tot boven in brand eigenlijk. Dus ik had niet de intentie dat er nog wat te redden valt. Maar toch om te proberen, op afgaande van de omstanders, dat er toch nog iemand in moest zijn, ben ik naar binnen gegaan. En heb daar inderdaad door de Vlammenzee heen zeg maar een persoon aangetroffen. En de persoon in kwestie leeft helaas niet meer. En als u zeker zou weten dat hij bij een dergelijke reddingsactie zelf zou komen te overlijden, zou u het dan ook doen? Ik denk het niet. Ik denk niet dat ik dat zou doen. Ik denk er ook niet 1, 2, 3 bij na. Ik zou het wel doen als het voor mijn eigen familie betrof, mijn eigen thuissituatie, kinderen. Dan zou ik dat zeker doen, ja. Ja. En waarom zou je het in die andere situatie niet doen? Nou, de andere mensen, ja, dat zijn geen nauwe verwanten van me. En bij mijn thuissituatie is dat wel zo. Daar zou ik toch meer voor doen. Absoluut. Het interessante is dat die brandweerman zich wel op zou offeren voor zijn nauwe verwanten, voor zijn kinderen. En dat is biologisch gezien heel erg logisch. Ons gedrag wordt voor een deel bepaald door onze genen. En nauwe verwanten, dat zijn mensen met wie we heel veel genen delen. Kinderen, broers en zussen. Laten we een heel extreem voorbeeld nemen. Ik ben een brandweerman. En dit zijn mijn eeneiige tweelingbroers, 13 eeneiige tweelingbroers. En we delen al ons genetisch materiaal. Zij zitten in een brandend huis en ik kan hun redden. Maar als ik hun red, ga ik wel de pijp uit. Wat zal ik doen? Zal ik ze redden of zal ik ze niet redden? Als het aan mijn genen ligt, dan ga ik ze redden. Zij zullen mij vertellen, redden die kerels. Want dan is er 1 stel genen verloren, namelijk dat van mij, maar 13 stel genen winst. Dus ik offer mijzelf op als ik naar mijn genen luister en het een beetje tegenzit. En het is niet egoïstisch van mij, want ik krijg er helemaal niets voor terug. Maar er is toch stiekem sprake van egoïsme. Weliswaar niet van mij, maar van mijn genen die mij zo gek proberen te krijgen mijzelf op te offeren. Het is zelfs zo dat alle opoffering in de biologie, dat er altijd sprake is van egoïsme. Zelfs wanneer dieren zich zo opofferen dat ze er zelf de pijpen uitgaan. Ja, sorry. Halt, Ruud, Bob, Adrie, Bart, Klaas, Henk, Brug. Trekmieren, dat zijn mieren die van A naar B trekken, die komen op hun tochten soms een obstakel tegen, een greppeltje of zo. En wat doen die beesten dan? Een aantal van die mieren die bouwt van zijn lichaam een brug. En dan kunnen de andere mieren dan overheen om hun tocht, zeg maar, voort te zetten. En die arme mieren die een brug gebouwd hebben, ja, die blijven daar een beetje hangen. Op een gegeven moment storten die ter aarde. Dat is het tegenovergestelde van egoïsme. Die beesten offeren zichzelf op zonder daar iets voor terug te krijgen. En biologen hebben decennia met de handen in het haar gezeten hoe dat toch kan. Want egoïsme, dat leeft voort. En het tegenovergestelde van egoïsme, onbaatzuchtigheid, dat verdwijnt. En het raadsel, of het geheim van het raadsel, is dat al die mieren in zo'n kolonie, die zijn allemaal familie van elkaar, hele hechte familie. Het zijn eigenlijk allemaal een soort van eeneiige tweelingbroers en zussen. En ze hebben heel veel genen gemeen. En die genen, die zijn weer egoïstisch. Dat weten die genen niet, want genen kunnen niet denken. Maar die genen zorgen goed voor zichzelf door die mieren zo gek te krijgen om een brug van hun lichaam te bouwen. Maar bij mensen gaat dit verhaal niet op. Want wij zijn ook onbaatzuchtig voor niet-familieleden. We geven ook van alles voor mensen die geen familie van ons zijn. We doneren bloed aan mensen die we niet kennen. En we geven voor Giro 555. En al die mensen kennen we ook niet. En dat is echt iets heel erg bijzonders. In de natuur, bij beesten, komt dat niet of nauwelijks voor. Beesten die iets geven zonder daar iets voor terug te krijgen aan niet-familieleden. Maar in plaats van in te zoomen op een individu. Dit is een individu. En we vragen ons af hoe het toch kan dat dat individu zo onbaatzuchtig is. In plaats van in te zoomen en te kijken naar zijn genen, kunnen we ook uitzoomen naar een groep van individuen. En misschien is een groep van individuen te beschouwen als één ding. Eén ding dat goed zorgt voor zichzelf en in zekere zin ook een vorm van egoïstisch is. MUZIEK.
individuen die één vormen, die onbaatzuchtig zijn en iets over hebben voor elkaar. Ja, zo'n groep is veel hechter en stabieler dan een groep met egocentrische mensen die alleen maar aan zichzelf denken. Een groep die ervoor zorgt dat de leden van de groep iets voor elkaar over hebben en onbaatzuchtig zijn. Ja, zo'n groep zorgt goed voor zichzelf. Maar dan is er stiekem dus toch weer sprake van egoïsme. Want goed zorgen voor jezelf, dat is egoïsme. Misschien is er wel zoiets als groepsegoïsme. Misschien is er eigenlijk altijd sprake van enige vorm van egoïsme wanneer je denkt aardig te zijn. Misschien ben je egoïstisch omdat je stiekem toch profijt hebt van je aardige daden. Of misschien zijn je genen egoïstisch als je aardig bent voor je familie. Of misschien is er wel zoiets als groepsegoïsme. We weten het niet en het is werkelijk een raadsel. Het is sowieso wel zo dat we egoïsme een stuk makkelijker begrijpen dan onbaatzuchtigheid. Maar dat wil niet zeggen dat je eigenlijk egoïstisch bent wanneer je denkt aardig te zijn. Je bent zo aardig als je bent. En mensen die bloed doneren of geld geven aan goede doelen zoals Giro 555, die zijn sowieso een stuk minder egoïstisch dan de mensen die dat niet doen. Zijn we stiekem toch egoïsten? Ik denk dat ieder mens dus inderdaad een beetje voor zichzelf. Maar ik wilde toch wel even benadrukken. Sinds ik dit werk doe, vind ik me niet meer een egoïst, want ik heb heel veel voor die mensen over. En ik zou er het liefste dus ook nog gaan wonen. En dat komt uit de grond van mijn hart. En dan zou ik nog dichterbij wat kunnen gaan doen. Dat is echt, en dat zeg ik nou niet zomaar, dat zeg ik gewoon omdat ik het graag zou willen. En dus ik geloof niet dat ik mij dus een egoïst kan noemen. Egoïstisch? Nou, ik zou niet weten waarom. Zo voel ik me niet, maar... Nee. Zijn we stiekem toch egoïsten? Ik denk het wel. Ik denk dat we toch stiekem wel egoïsten zijn. Mensen gaan ook veel dingen doen voor... Of ieder mens doet denk ik dingen voor eigen eer. Toch van, kijk eens, dat iedereen kan zien van... Hey, ik heb die mens gered. En goed, de veiligheid aan de kant geschoven, maar ik heb het toch gedaan. En hopende dat de mensen zeggen, joh, je was goed.